Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is behoorlijk zonnig vanmiddag. Er zijn ook wel wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft overal droog. En dat bij temperaturen zo tussen de 21 en lokaal 24 graden, en niet al te veel wind. Ook vanavond zijn er brede opklaringen. De stapelwolken gaan geleidelijk aan weer verdwijnen. Het drijft nog wel wat hoge bewolking over het land. Zo halverwege de avond is het een graad of 18. Komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 11 of 12 graden in het westen tot 10 of 9 graden in het oosten van het land. En er staat niet al te veel wind. Daardoor kan er ook wat nevel of een mistbank ontstaan. Morgenochtend dan lossen de nevel en mist geleidelijk aan weer op en dan schijnt de zon geregeld. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. en Daarbij wordt het zo'n 22 graden in Noord-Holland, tot een zomerse 25 graden in Limburg. Ja, en ook de dagen daarna blijft het prachtig weer. De zon schijnt over het algemeen volop. Af en toe misschien wat stapelwolken, maar blijft gewoon droog. Op vrijdag wordt het 24 tot 27 graden. En in het weekeinde gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. Op de zondag zou het zomaar eens 30 graden kunnen worden. Een tropische dag is dat in het oosten en zuidoosten van het land. Er waait op die dagen een overwegend zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Op de vrijdag is de wind wat veranderlijk en er zou aan de kust een verkoelende zeewind kunnen opsteken. Dan kijken we nog even naar de 15-daagse en dan zien we dat ook in het begin van de nieuwe week de temperatuur hoog blijft. De onzekerheid neemt wel geleidelijk toe. Vanaf dinsdag zien we dat er een behoorlijke marge ontstaat. Zo ergens tussen de 24 en 30 graden kan het worden. Nog altijd, dus over het algemeen, zomerse waarde en dat is vanaf 25 graden. De nachten die worden ook warmer, maar echt. Tropische nachten dat verwachten we niet. Minimumtemperatuur zo rond de 17 graden. En wat de neerslagkans betreft, die is in ieder geval tot begin volgende week nog heel laag. Maar vanaf de dinsdag en woensdag dan neemt de kans op een regen of onweersbui toch geleidelijk aan weer toe. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.